Net als bij de echte voetballers heeft NEC maandag de spelers gepresenteerd voor de bijzondere eredivisie, zoals het een echte prof betaamt. Met het ondertekenen van een contract zijn deze jongens, die een beperking hebben, echte spelers van NEC. Ja, de bijzondere eredivisie is eigenlijk gewoon een bijzondere eredivisie. Een competitie voor speciaal voetballers, mensen met een beperking die wij zeg maar een jaar lang op dit moment spelen van NEC kunnen laten noemen. En daar is dit tekenmoment voor vandaag voor bedoeld. Dat is een van die unieke ervaringen die we deze spelers het jaar lang mee gaan geven. Dus de bijzondere eredivisie, dan gaan zij eigenlijk een soort van toernooidagen spelen. En gaan ze met de NEC-bus bijvoorbeeld naar een Leeuwarden of een Venlo of een Deventer. En daar zullen zij dan wedstrijden spelen tegen Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Excelsior. Allemaal ploegen die ook zo een team zeg maar ter beschikking hebben. Wat heb je net ondertekend? Een contract bij NEC. Dat is wel heel gaaf, hè? Ja, dat vind ik ook zelf en ik kan nog steeds nauwelijks geloven. Gefeliciteerd, je bent speler van NEC. Bedankt. Hoe voelt dat nou? Heel apart. Echt heel apart. Ja, dit is bijzonder. Ik had dit nooit kunnen dromen. Ik was als kind af aan al fan van NEC. En ik ging naar elke wedstrijd en zo. Alleen op een gegeven moment zit ik nou met werk ook en zo. Dus ik kan er nou niet iedere keer heen. Maar dat ik daar zelf in mag staan, had ik nooit durven dromen. Naast NEC doen er nog een aantal andere profclubs mee aan deze eredivisie. En daar kijken de kerstverse spelers van NEC al naar uit. Deze kijk ik meestal uit van Utrecht. Dat is het eerste begin waar ik een beetje op de wacht sta. Er zitten een paar hele mooie clubs bij, hè? Ja, dat wel. Maar ik vind ze allemaal even belangrijk. Dat is een heel goed antwoord. Ja. Als voetballer zijnde. Je vindt ze allemaal even belangrijk. Ja, is ook zo. Nou, ik kijk het meest naar uit als het echt waar is dan om tegen Ajax eventueel een Feyenoord te spelen. Maar vooral ook tegen Go Ahead. Omdat Go Ahead, dat heb ik vaak gezien op tv. En dan hoe ik NEC spelen, denk ik, nou, dan kunnen wij beter. Maar als het echt zo is, dan hoop ik ook tegen Ajax. En dan zal ik eens laten zien wat ik in huis heb. Ja, we willen gewoon een unieke ervaring bezorgen aan de deelnemers. Maar volgens mij is dat al bij dit tekenmoment zeker gelukt. En ook aan de ouders die het fantastisch vinden. Dus zeker, het gaat om doelpunten en op winnen. Maar we, tijdens de toernooidagen en de reisjes ernaartoe, dan letten we ook zeker op andere dingen. Zoals samenwerken en gezondheid en dat soort dingen.